De Alpizar Charlie is onderdeel van de Urban Collectie. En de Urban Collectie bij Alpizar heet Oscar. En het unieke van deze jas is dat het de eerste Urban jas is die is voorzien van Alpizar Tech Air voorbereiding. Wat wil zeggen dat er ook een airbag in deze jas kan worden geplaatst. Ik ben Mark van Motorclean Center TV en in deze video vertel ik jullie meer over de Alpizar Charlie beschikbaar bij motorcleancenter.nl. De Alpizar Charlie is gemaakt voor de urban rider die echt het allerbeste van zijn uitrusting eist. Hij is gemaakt van het beste leer, voorzien van de beste protectie en daarnaast ook nog compatible met het Alpizar Tech airbag systeem. Er zit een draadje in deze jas aan de achterkant en er zit een indicator op die aangeeft wat de status van de airbag is. Je kunt die kabel in een airbag vastklikken, die draag je hieronder en daardoor ben je maximaal beschermd. Mocht er dan een ongeluk gebeuren, dan zal die airbag zich opblazen en kan je daar dus maximaal risico op letsel verminderen. Hij is gemaakt voor gebruik in midseason en zomer. Leer is van zichzelf nooit waterdicht, maar hij is niet geperforeerd, dus dat wil zeggen dat je in Nederland in het voor- en het naseizoen prima mee kunt rijden. Kom je nou in een regenbuitje terecht, is het handig als je zorgt dat je altijd iets van een regenjas bij je hebt. Wij hebben hem hier gecombineerd met een Kevlar jeans, dus een wat meer casual uitstraling, maar je kunt hem natuurlijk ook combineren met een leren jeans. Daarnaast dat hij is gemaakt van zeer soepel 1,3 mm dik rundleer, is hij natuurlijk ook voorzien van de nodige protectie. Zo vinden we op de schouders en op de ellebogen grote protectoren die maximaal beschermen en die ook volledig CE gekeurd zijn. Nou, het is een hele neutrale jas qua uitstraling, maar in deze versie met die rode strepen krijgt hij toch echt zijn eigen uiterlijk. Aan de achterzijde zien we dan verschillende stiksels op de ellebogen en een groot vlak op de rug, wat heel clean is. En daaronder kunnen we eventueel nog een losse rugprotector erin plaatsen. Maar draag je nou het Alpizar airbag vest onder, dan hoeft die rugprotector er niet in, want die airbag zit al in een rugprotector. Nou, je zult straks aan de voorkant zien dat je dat airbag vest erin vast kan ritsen. En is heel gemakkelijk te doen, plug and play. Aan de achterzijde zien we dat de jas wat langer wordt, zodat hij mooi aansluit bij de broek. En er zit ook een lusje in waarmee je hem eventueel rondom een riem kan vastmaken. Aan de zijkant zien we dan een gesp waarmee we de jas wat strakker kunnen trekken rondom de jeans. En we zien ook een stretch panel wat ervoor zorgt dat hij altijd mooi aansluit. Aan de voorzijde zien we grote steekzakken, kunnen voldoende spullen meenemen. En het herkenbare Oscar logo van Alpizar past echt specifiek bij de urban achtere motorrijder. En we zien hier Tech Air Compatible erin gestanst, wat dus aangeeft dat de airbag van Alpizar hierin kan. Achter de voorste stevige, dikke rits, een beetje koperen afwerking voor een vintage look, zien we dan een nette afgewerkte voering. Dus een hele dunne stofvoering die ook een thermolaagje heeft gekregen en er dus in kan in het voor- en in het naseizoen. Nou, daarachter zien we dan de gele rits, waar het Alpizar airbag systeem aan vast kan worden gemaakt. Het is heel gemakkelijk, je rits hem er zo in en alles werkt. Justin is 1,83 meter lang, weegt ongeveer 75 kilo en draagt hij van deze jas een maat large. Nou, een leren urban jas hoeft niet super strak te zitten, maar hij zou het voor het mooie toch wel één maatje kleiner mogen hebben. Dus de medium zou voor Justin prima zijn. Dus wat we wel zien is dat hij rondom de borst redelijk strak zit, maar hij zou het toch op zijn minst even kunnen proberen. Wil je deze jas nou een keer in het echt bekijken, passen of bestellen, dan kan dat in een van onze winkels of op onze website. En wil je op de hoogte blijven van alles wat Motorcleaning Center doet, volg ons dan op Facebook, Instagram of abonneer je op ons YouTube kanaal. Vond u deze video nuttig, klik dan op het duimpje omhoog. En wilt u weten wat voor u de ideale maat motorjas is, blijf dan even hangen. Ik ben Mark van Motorcleaning Center TV, bedankt voor het kijken.